De afschaffing van het gratis openbaar vervoer voor de rijkere 65-plussers wordt uitgesteld. Wethouder Beaulieu van Verkeer en Vervoer in Rotterdam verwacht dat de invoering per 1 maart kan ingaan en niet per 1 januari. Zij wil onderzoeken bij welke inkomensgrens 65-plussers recht hebben op gratis OV. De Rotterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de begroting voor de komende jaren zonder al te veel grote wijzigingen. Wel hoeft Diergaarde Blijdorp 300.000 euro minder te bezuinigen en er werd besloten een popstimuleringsfonds van 100.000 euro op te zetten. In het Mallebos in Spijkenisse is de zoektocht hervat naar de vermiste Farida Zargar. Gisteren en eergisteren hebben rechercheurs van de politie ook al gezocht naar de vrouw. In het bos bij Spijkenisse en in een schuur bij een huis aan de Venusstraat. De 34-jarige man die vastzit in verband met betrokkenheid bij de verdwijning van de vrouw uit Spijkenisse heeft gisteren een plek aangewezen in het Mallebos. Volgens justitie lijkt het erop dat daar iets ligt begraven. Vandaag begint de dag met wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend en vanmiddag, steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt zelfs vrij zonnig. Temperaturen hoog uit 11 graden. Het blijft overal droog. En de wind waait matig uit het zuidoosten.